De rode loper ligt uit. Amsterdam International Water Week is officieel geopend. Met vele honderden gasten uit binnenland en buitenland. Met Europees commissaris Carmenu Vella en met Melanie Schulz van Hagen, de minister voor de Nederlandse watersector. En ze had een bevlogen speech over de grote uitdagingen op het gebied van water waar de wereld voor staat. En over de rol die Nederland kan spelen om ze op te lossen. Wat is volgens de minister de betekenis van deze Internationale Waterweek? Het is heel belangrijk om met alle internationale experts bij elkaar te zitten tijdens zo'n Internationale Waterweek. Niet alleen mensen die bij de Aquatech-beurs komen, maar ook echt beleidsmakers. Want er is zo'n groot probleem wereldwijd met water. Of er is te weinig, of er is te veel, of het is te vies. En alleen maar door samen te werken kunnen we dat uiteindelijk gaan oplossen. En kun je Holland hierbij een extra rol geven nog in het hele veld? Zeker. Nederland heeft natuurlijk heel veel expertise. We hebben heel veel ervaring, in ieder geval met te veel water. Maar we zijn ook steeds meer aan het kijken naar wat moeten we doen om onze zoetwater hoeveelheid te beschermen. Dus we hebben heel veel ervaring. We worden ook vaak gevraagd. Maar we hebben ook ervaring bijvoorbeeld met hoe kan je dat op de beste manier organiseren over je verschillende overheden heen. En ja, ik merk dat men daar graag naar luistert. En tegelijkertijd de ervaring van anderen zijn ook weer voor ons van belang om steeds het systeem te verbeteren. En het is goed vol vandaag, hè? Het is hartstikke vol vandaag en ik hoop dat het een prachtige week wordt. Dank u wel.